Nee, die neonatologie is echt een teamwork. Mm-hmm. En dat is het leuke. Vandaag spreek ik professor Dr. Erwin Rijs. Hij is afdelingshoofd van de neonatologie, het vakgebied dat zich bezighoudt met zieke en te vroeg geboren kinderen. Hoeveel kinderen worden eigenlijk te vroeg geboren? 13.000 kinderen die te vroeg geboren worden. En dan ga je ook nog verschillen zien in kinderen extreem te vroeg geboren. Dan praat je over kinderen onder 28 weken. Dan heb je die prematuren tussen 28 en 32 weken. En dan heb je ook die tussen 32 en 37 weken. En van al die getallen die ik noemde, die 14.000, dan zijn ongeveer 2-5% unter 28 weken. Die meesten zijn tussen 32 en 37 weken. Die wij hier in het academische ziekenhuis ook helemaal niet zien. Dus ons focus is op deze extreem prematuren kinderen, of kinderen die andere ernstige ziekte hebben. En dat is ongeveer 2-5% van deze 14.000. Wat zijn de belangrijkste maatregelen die jullie hier kunnen nemen om die kinderen eigenlijk toch een goede start te geven? Kijk, alles wat wij aan het doen zijn, heeft natuurlijk ook impact op het latere leven. En daar goed te kijken wat de juiste goede beslissingen zijn. En ook niet te veel doen, maar ook niet te weinig doen. Hè? Juist het doen wat op dit moment noodzakelijk is. En dat is het belangrijke. En stress. We weten meer en meer dat stress, zowel in de neonatale omgeving, maar ook in de baarmoeder een enorm belangrijke aspecten zijn. Nicht? En stressreductie heeft ook weer een invloed op latere leeftijd. Mm-hmm. Wat is stress voor die hele vroeggeboren kinderen? Nou ja, handeling die je aan die kinderen doet, infecties, dat is ook stress. Nicht? Het is niet altijd mentale stress. Nicht? Pijnbestrijding. Dat is een heel belangrijker aspect. Nicht? En daar proberen wij ook verbetering te implementeren en nieuwe methoden te ontwikkelen om dat goed te meten, maar op de andere kant ook goed te voorkomen. Nu is het heel mooi hè, dat we zoveel mogelijkheden hebben om in te grijpen bij die te vroeg geboren kinderen. Maar zijn we nu ook bezig met preventie hier binnen het Sophia Kinderziekenhuis? Die samenwerking binnen ons moeder-kindcentrum denk ik essentieel. Die samenwerking met gynaecologen heel essentieel, want daar gebeurt het. Ik denk, wat mijn droom is, ik wil helemaal geen te vroeg geboren kinderen hebben. Dat is denk ik ook die toekomst waar we naartoe moeten. Wij als neonatologen, experten van de baby's, moeten ook experten worden samen met de gynaecologen. Van het kind wat in de baarmoeder is. En daar begint die behandeling. En als je over preventie, ik denk, we moeten eerst maar goed begrijpen wat zijn die oorzaken van vroeggeboortelijkheid. En samen moeten we kijken, welke rol speelt lifestyle, welke rol speelt stress, welke rol spelen omgevingsfactoren en ook welke rol spelen ziektes van de moeder die invloed kunnen hebben op de gezondheid van de kinderen. Is er nog iets wat u jonge dokters met uw ervaring binnen de neonatologie wil meegeven voor het werken in de toekomst? Nou, ik denk ambities, een droom hebben, wat wil je echt verbeteren, genieten van het fantastische vak waar je met ouders kan samenwerken, waar je in een hele team kan samenwerken met verpleegkundigen en zorgassistenten en die fascinatie voor ook een vak waar je aan de grenzen van levensvatbaarheid werkt en maak gebruik van technologie. Zoek die verbinding tussen technologie en het vakgebied geneeskunde. Nicht? En daar denk ik zijn we hier in het Erasmus MC een heel goede plek, ook in samenwerking met de TU Delft.